de ochtend kan u kijken naar de herhaling van het journaal. Welkom in het late journaal. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws van de eerste dag in het jaar 2000. Dat jaar is over de hele wereld ons land in kluis, verwelkomd met meer spektakel dan ooit. Computerproblemen bij de overgang naar 2000 zijn uitgebleven. De vrijgelaten gegijzelden van de Indiase Airbus zijn naar India teruggevlogen. Hun kapers zijn vermoedelijk naar Pakistan gevlucht. En in het veldrijden heeft Sven Nys in Baal zijn eigen grote prijs gewonnen. Een heel goeie avond. De 1 januari van het jaar 2000 is bijna geschiedenis, maar de meeste Belgen zullen zich waarschijnlijk nog lang herinneren hoe ze de overgang naar 2000 hebben beleefd. En voor velen van hen was dat op straat. In Antwerpen heeft het reuzenvuurwerk op de Schelde 750.000 mensen gelokt. En de feestvierders in Brussel werden vergast op een klank- en lichtspel op een originele plaats. Het Paleizenplein met het paleis als projectiescherm. In aanwezigheid van de koninklijke familie speelt zich op en voor het paleis een klank- en lichtspel af in aanloop naar het jaar 2000. Met als toemaatje vuurwerk. Ook in Antwerpen wordt het nieuwe jaar met veel licht welkom geheten. Veel Antwerpenaren brachten nieuwjaar op straat door. Wie geen champagne mee had, werd vergast op hete uiensoep. En zo kon er gedanst worden tot in de vroege uurtjes. In Gent werd gezongen en gedanst dat het een lieve lust was. De langste nacht in de expohallen bood muzikaal voor elk wat wils. Er waren meer dan 10.000 mensen. En terwijl pa en ma zich vermaakten, logeerden 101 kinderen in het Gentse smak. Ik ga slapen hier. Conservator Jan Hoed legde de kinderen mee te slapen. Logeren in een museum, een plek om van te dromen. Maar als ik kind was. In de kraamklinieken was het gisteren uitkijken naar de eerste baby die zou geboren worden in het jaar 2000. Het werd een gedeelde ereplaats. Om 2:02 werd in het Gentse Palfijnziekenhuis Fons geboren en in Hasselt kwam op hetzelfde moment Bouwe ter wereld. Bouwe Boersma is het zoontje van een Vlaamse moeder en een Friese vader. En zijn ouders hadden niet gepland hun oudejaarsavond in het ziekenhuis door te brengen, want de baby kwam 6 dagen te vroeg. Maar de kleine jongen heeft blijkbaar een extra inspanning gedaan om de titel van eerste boorling van het jaar 2000 te kunnen krijgen. Ja, zeg eens wat voor de camera. Premier Verhofstadt heeft kort na 12:00 afgelopen nacht de pers toegesproken om te melden dat de gevreesde millenniumbugs ons land niet geteisterd hebben. Zowel de provinciebesturen als de federale regering hadden crisiscentra opgezet om eventuele moeilijkheden snel te kunnen aanpakken. En die centra blijven ook in de komende dagen nog bemand. Vooral dan om eventuele computerproblemen die tijdens de eerste werkdagen alsnog opduiken in kleinere bedrijven op te vangen. Ik zou dus in elk geval willen zeggen dat de eerste balans die we kunnen opmaken is dat ons land de millenniumkaap zonder haperingen heeft genomen. En dat dus alle vitale netwerken en voorzieningen in ons land naadloos de overgang hebben gemaakt naar het jaar 2000. En dan heb ik het over de ziekenhuizen, de nutsbedrijven, Electrabel en Distrigas, Belgacom, de nationale luchthaven, het openbaar vervoer en de verschillende hulpdiensten. Het crisiscentrum van de regering moest vooral snel een overzicht krijgen en dat kwam er dus ook. Met gelukkig overal hetzelfde bericht, niets aan de hand. Dat was uitzonderlijk snel, dat was heel wat sneller dan in vele andere landen. Dat bewijst eigenlijk dat onze communicatie toch wel prima georganiseerd was, hè.
Toch wordt de toestand voort in de gaten gehouden. Problemen komen vooral op plaatsen waar ze niet worden verwacht. Op Zaventem stijgen de eerste vliegtuigen op, landen de eerste vliegtuigen. Gas- en elektriciteitsmaatschappijen doen bijkomende testen. Dus er komt nog bijkomende informatie binnen. Is goed om dat in de gaten te houden. Dus al die bedrijven laten u eigenlijk op permanente basis weten wat er aan de hand is of wat er niet aan de hand is? Dat is zo, ja. Maar intussen hebben nooit tevoren zoveel mensen tussen oud en nieuw gewerkt. Het lijkt veel moeite om niets. Als we al die voorzorgen niet hadden genomen en er waren dingen echt fout gelopen, dan was het toch wel veel erger geweest, denk ik. En dan had men gezegd dat de overheid haar plicht niet zou hebben gedaan, wat ze nu duidelijk wel heeft gedaan. Naar schatting hebben computerbedrijven en andere bedrijven overal ter wereld in totaal 25.000 miljard frank gespendeerd om computerproblemen te vermijden. Bedrijven vragen zich nu al af of al die kosten wel nodig waren. In elk geval hebben de mensen die in België oudejaarsavond op het bedrijf hebben beleefd weinig om handen gehad. Groen licht, niets aan de hand dus. De computerlui die de afgelopen nacht stand-by waren, konden zich met vrolijker dingen bezighouden dan gecrashte netwerken. Ja, Luc Marie-Roos, goedemorgen. Je zit daar bezig op een probleem. Hoe ver staat dat? We zijn perfect de nacht doorgekomen en het ziet er naar uit dat het in de komende dagen behoorlijk goed blijft, maar we blijven paraat. Zelfde geluiden bij Oracle, grootste softwarebedrijf na Microsoft. Bij de croissants konden helaas geen stoere verhalen over gigantische pannes worden opgedist. We hebben dus geen enkele interventie moeten plegen, nog hier in België, nog in enig ander land. Dus alles is smetloos verlopen, tot op heden. Ik denk zijn goede voorbereiding die iedereen gedaan heeft. Om de millenniumbug te slim af te zijn, werden heel wat systemen stilgelegd die normaal permanent doordraaien. Weer opstarten kan problemen geven. Maandag gaan ook de grote fabrieken weer aan het werk. En er is meer. Maar dan alle kleinere problemen, ook in de KMO's. En dan denk ik maar aan boekhoudingen die terug opgestart worden, facturatietoepassingen die terug opgestart worden, waar nog altijd kleinere problemen kunnen inzitten. En waar dat de bedrijfsleiders op dit ogenblik rekening zullen moeten houden met die problemen. En reken ook niet buiten de waard, in dit geval de millenniumvirussen die op de loer liggen, klaar om een van de volgende dagen toe te slaan. Toch weer een boodschap naar de bevolking toe van pas toch in ieder geval op met al die virussen. Zorg dat je geen documenten binnenhaalt en bestanden binnenhaalt die wellicht verdacht zijn. Want er zijn toch een aantal virussen die vanaf 1 januari 2000 actief worden. Maar geef maar toe, eigenlijk hadden jullie graag een klein crashje gehad hier of daar. Nou, om eens te testen hoe goed dat onze respons zou geweest zijn. Nu hebben we dat niet kunnen testen. We hadden er goed vertrouwen in, maar dan had het wel leuk geweest, ja. Ook in Londen, Parijs en Berlijn was de overgang van oud naar nieuw een stuk spectaculairder dan gewoonlijk. In Frankrijk werd wel een kanttekening geplaatst bij de feestvreugde, omdat heel wat mensen nog steeds geen stroom hadden. En in Nederland zijn 3 doden gevallen bij ongevallen met vuurwerk. In Londen stonden zo'n 2 miljoen feestvierders in bewondering voor het spektakel op de Thames. Met het reuzenrad, het millenniumwiel. En even verderop in Greenwich, de Millennium Dome. Koningin Elisabeth opende de dome plechtig, kort voor middernacht, in aanwezigheid van 10.000 genodigden. Deze reusachtige multimediale ruimte is het prestigeproject van de Britten voor wat dan heet het nieuwe millennium. De lichtstad Parijs wilde niet onderdoen. De Eiffeltoren leek wel in lichterlaaien te staan. Precies om middernacht zijn alle 20.000 lampjes aangegaan. De klok die sinds april 97 aan het aftellen was, is in de vooravond onverwacht stilgevallen. Dat smetje op de feestvreugde was snel vergeten. En in Berlijn trotseerden 2 miljoen mensen de vrieskou. Maar het spektakel rond de Brandenburger Poort was dan ook de moeite. De Duitse hoofdstad trok niet minder dan 1 miljard frank uit om zijn bewoners en gasten te vermaken. En in Rome verzamelden zo'n 100.000 gelovigen op het Sint-Pietersplein. Zij kwamen luisteren naar de paus. Voor het eerst in de geschiedenis gaf die zijn zegen Urbi et Orbi om iets na middernacht in plaats van op nieuwjaarsmiddag. Het feestgedruis ligt hier al 24 uur achter ons, maar dat geldt niet voor de meest westelijke plaatsen op de aardbol, want die waren later aan de beurt om te vieren. Op Times Square in New York hebben 3 miljoen Amerikanen vannacht
het jaar 2000 opgewacht. Burgemeester Giuliani heeft om 1:01 het mechanisme van de nieuwjaarsbol in werking gezet. Elk jaar wordt die bol gebruikt, maar nu was hij speciaal vernieuwd. Hij weegt 450 kilo en is het grootste kristallenvoorwerp ter wereld. De inwoners van de eilandengroep Samoa hebben het langst geduld moeten oefenen, maar uiteindelijk mochten ook zij de jaarovergang vieren. Om 12 uur vanmiddag onze tijd was dat. In de belangrijke atletiekwedstrijden van vandaag heeft Kenia alweer hoge ogen gegooid. Paul Tergat won voor de vierde keer de klassieke Sylvester Corrida van Sao Paulo. Hij evenaart daarmee de recordprestatie van onder andere Gaston Roelands. En in Rome was Josefat Kiprono de winnaar van de Millennium Marathon. De Millennium Marathon in Rome is de vervulling van de laatste gril van Primo Nebbiolo, de onlangs overleden voorzitter van de Internationale Atletiek Federatie. Hij wou de eerste belangrijke wedstrijd van het nieuwe jaar in zijn Rome en kreeg zelfs de steun van de paus. Die zegende vanmiddag de 5000 deelnemers op het Sint-Pietersplein. Het deelnemersveld mocht er overigens best zijn. Blikvanger en favoriet is de Keniaan Josefat Kiprono. Kiprono won in september 1999 de marathon van Berlijn en is vierde op de wereldranglijst. 3 kilometer voor de aankomst kan Kiprono afstand nemen van zijn naaste belager, de Italiaan Giacomo Leone. Kiprono klokt een tijd van 2 uur 8 minuten en 27 seconden. Dat is 15 seconden sneller dan het nummer 2, Leone. Leone in 96 nog de snelste in de marathon van New York. Bij de vrouwen maakt wereldrecordhoudster op de marathon de Keniaanse Tegla Lerupe er een doorgedreven training van. Ze wint makkelijk en zorgt zo voor een Keniaanse dubbelslag. Morgen is het zondag en dat betekent dat de sportredactie in touw is om u een ruim aanbod aan sportprogramma's te bieden. Ja, daar redden we. De leuke, beklijvende, grappige, sensationele en ook dramatische sportmomenten van de laatste 6 maanden van de afgelopen eeuw. Mee bekeken door Brigitte Bécu in het Sportpaleis. Pakt Sven Nys zijn 18e veldritzege van het seizoen. Michel Wuits en Erik de Vlaming laten het u weten. Sportweekend denkt al volop Olympisch en doet dat met de recente Olympische kampioenen. In levende lijven Fred de Burggraven en Ola Werbroek. Maar er is ook oog voor de actualiteit van de dag. Of wat had u gedacht? We sluiten het journaal af met de hoofdpunten. Het jaar 2000 is over de hele wereld ons land in kluis verwelkomd met meer spektakel dan ooit. Computerproblemen bij de overgang naar 2000 zijn uitgebleven. De vrijgelaten gegijzelden van de Indiase Airbus zijn naar India teruggevlogen. Hun kapers zijn vermoedelijk naar Pakistan gevlucht. En in het veldrijden heeft Sven Nys in Baal zijn eigen grote prijs gewonnen. Het is intussen de 2e januari geworden in het nieuwe jaar 2000. Maak er een mooi jaar van. Maar eerst wens ik u een welverdiende lange nachtrust. En graag tot morgen. Bericht aan de bevolking. Sluit op zondagavond ramen en deuren. Blijf binnen en kijk naar Op Stap met Dinosauriërs. Morgenavond zijn de dino's terug van miljoenen jaren weg geweest. Afspraak met hun wonderjaren om 7:50 op TV1. Voor 1 keer wordt uw televisietoestel een teletijdmachine. Prima vooruitzichten voor uw beleggingen. Met Open Life van Bakobank. Goedenavond. Mede namens Sabine wens ik u het allerbeste voor het jaar 2000, het laatste jaar van de 20e eeuw. Want toch wel even de puntjes op de i zetten. De 21e eeuw is nog niet begonnen. Heeft alles te maken met het feit dat het jaar 0 niet bestaat. En dus dat van dat nieuwe millennium, daar moeten we echt nog wel een jaartje mee wachten tot in het jaar 2001. Het is maar dat u het weet, maar die puntjes op de i die zijn soms belangrijk. We hebben vandaag gekeken naar heel grijze luchten. Het is nevelig geweest, zeer
zeer mistig geweest. In het zuidoosten van het land is de sneeuw geleidelijk beginnen wegsmelten. Er ligt nog steeds sneeuw, maar de motregen die zorgt ervoor dat het samen met de temperaturen die positief zijn, dat dus die sneeuw langzaam water wordt. Ja, er zijn veel mensen die misschien willen weten waar precies de overgang in het wit is gevierd, waar er sneeuw lag op 1 januari. Nogal wat plaatsen, bijvoorbeeld het hele zuiden van Duitsland, ook delen van Spanje, hier de Sierra Nevada ook, ook delen van de Apennijnen. En dan natuurlijk hier de Alpen, daar ligt plaatselijk zeer veel sneeuw, tot meer dan 2 meter op 2000 meter hoogte. Er is daar trouwens gevaar voor lawines. Kijken even naar een paar visuele beelden, want als ik zeg dat het vandaag overal grijs is geweest. Wel nee, heel even is aan de kust zijn hier deze opklaringen gepasseerd en heel plaatselijk hebben ze aan de kust dus eventjes wat zon gezien. De eerste zon van het jaar 2000, maar voorts is het dus al grijs wat de klok slaat. Nochtans, als u kijkt op de barometer, dan merkt u dat de luchtdruk zeer hoog is, maar het weer is boven onze hoofden als het ware stilgevallen. En ook morgen met een hoge drukgebied pal in onze omgeving, zorgt dat voor zeer kalm weer met hardnekkige nevel en mist. En ik vrees dat de zon het zeer moeilijk zal hebben om zich door die lage bewolking te boren. Dus morgen wordt weer zo'n grijze dag, net zoals vandaag. In de loop van volgende week moet het geleidelijk beter gaan, want dan krijgen we toch meer en meer wind vanuit het zuidwesten. En dus nevel en mist zullen geleidelijk verdwijnen. Er komen een aantal opklaringen aan te pas. Nu zitten hier natuurlijk een aantal regenzones en ook die regenzones die schuiven geleidelijk dichterbij. En zeker vanaf dinsdag moeten we rekening houden met wisselvallig weer, met vrij veel wind, maar steeds wel erg zachte temperaturen. De winter is voorlopig echt wel ver af. Voor vannacht geldt overal een wintertype A, enkel een wintertype C2 op de hoogste toppen van de Ardennen. De nadruk ligt dus op de nevel en de mist. Misschien dat er even wat opklaringen binnendrijven vanuit het noordwesten, maar die worden zeer snel gecounterd door die lage bewolking, door de nevel en de mist die zeker hier in het zuidoosten van het land kan aanvriezen. Daar met negatieve temperaturen. In Vlaanderen zijn dat minima van 0 tot 5 graden. Maar dus die nevel en die mist kunnen echt wel zeer hardnekkig en plaatselijk zeer dicht zijn. Dus kijk uit, wees voorzichtig volgende nacht. En trouwens, ook morgen, want die nevel en die mist die kunnen lang blijven hangen. En als die dan toch uiteindelijk wegtrekken, dan worden ze vervangen door laaghangende bewolking. Zon niet of nauwelijks. Wel zeer zachte temperaturen voor de tijd van het jaar, met maxima plus 4 graden op de Hoge Venen. En in Vlaanderen zijn dat maxima van plus 8 tot plus 10 graden. Dus een zeer zachte, maar een zeer grijze start van het jaar. Begin volgende week worden de kansen op zon geleidelijk groter. Maandag houden we het waarschijnlijk nog droog. In elk geval in de loop van dinsdag zal de bewolking wat toenemen en vooral vergroot de kans op regen. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het de rest van de week vrij zacht weer voor de tijd van het jaar, met maxima rond 7 graden, maar wel vrij veel wind uit zuidwestelijke richtingen en op tijd en stond een aantal regenzones die passeren. Zo, ik hoop dat het jaar 2000 een zeer zonnig jaar wordt met veel hartelijke zonnestralen. Graag tot morgen. Dag. Prima vooruitzichten voor uw beleggingen. Met Open Life van Bakobank.